staan hier op de grens van Putten en Hekkerk. Nu is het de Donkersteeg, het laatste stukje van Donkersteeg. Verderop waar het weer licht begint te worden, daar is boerderij Deuveren, de stalloze man. En als we even omdraaien, dan zien we dat zometeen. Dit is de Bloemendaalse weg. En dit is de Deuvelense weg, die gaan we op en dan komen we straks op de nieuwe Voorduinse weg uit bij de Kruishuizenberg. Dan gaan we linksaf tot aan de Groenlappersweg richting Woudweg Appel oversteken naar Zwartebroek. De eerste Kruishuizenweg. En zo zijn we in Kruisharen, het buurtschap tussen Nijkerk en Voorthuizen. En Putten in die driehoek, zeg maar. Ja, de bevolking hier noemt het, ik woon in Kruishoor. Dat is het platte dialect wat ze hier spreken. Aan het eind van deze weg ligt de Nieuwe Voorthuizenweg, gaan wij linksaf. Als je dan daar zou parkeren, dan kun je de Kruishaarseberg op. En, ja, een ander woord voor kruishaar is daar waar de benen elkaar in de haren vliegen. En wij gaan zo de richting Schoenlappersweg, Woudweg, Appel. Dit is onderdeel van het landgoed Oldenhaller bij Putten. Dit is hier dat ook in Nijkerk weer het Puttenstroomgebied ligt. Heel vreemd allemaal. En zo zien we ook hier weer aan de Schoenlappersweg dat de boeren ook best gevoelig zijn voor mooie natuur. Deze boer heeft een strook van 2 meter afgestaan om hier mooi bloeiend bloemrijk gewas neer te zetten. Dankzij een maisveld. En het is natuurlijk een prachtig kleurig gezicht wat hier aan korenbloemen, papavia, wat is, ik weet niet wat er allemaal tussen staat. Maar in ieder geval heel erg mooi. Ik kwam net op de Nieuwe Voorthuizenweg ook al een perceel tegen waar dit gebeurde. En zo zien we dat onze boeren best bezig zijn om ook de natuur hier en daar een handje te helpen. Ja, hier een weiland met koeien. En je ziet ook, al die weilanden zijn omringd door houtwallen met hoge bomen. Zodat de beesten, als ze dat willen, de schaduw op kunnen zoeken. En dat doen ze ook, want we zien aan deze kant aardig wat zon. En de koeien liggen heerlijk te herkauwen in de schaduw van deze mooie grote bomenrij. En zo ben ik via Zwartebroek en Hoevelaken op weg naar Amersfoort. En daar gaan we even een stukje door de stad heen. Pakken we daarom weg en dan naar Leusden weg naar Leusden en dan verderop naar Marendoorn. Ja, vroeger was er een liedje die zei bij Hoevelaken rechtsaf. Nou, dit is het voormalig restaurant Schep. Die op het kruispunt bij Hoevelaken Amersfoort zat en daarachter was vroeger een restaurant, dat heette Struik. En wij gaan onder de A1 door naar Amersfoort. Ja, de Mierhuizen bij Amersfoort. Een stukje van de stadsmuur. En hier staan we op de Beestenmarkt. Dat pandje hier zo, dat was vroeger het bodenhuis. Waar vroeger in met Van Beek de verhuizen meeging naar Amersfoort om bestellingen te doen. Dan was het aan het eind van de rit hier de verzamelen. Kijken of er nog pakketjes voor Nijkerk en Putten of Harderwijk waren die dan meegenomen werden. Er werd altijd wat gedronken. Ik herinner me dat bijna altijd ook nog een gevulde koek kregen. Nou, dan praat je over de jaren 6, 57. Ja, dat was toen heel wat.
Wat oude plantjes zijn bewaard gebleven. Maar ook veel nieuwbouw en een grote parkeergarage. Hier was vroeger de kazerne. De huzaren van Moreel zaten hier. Ik dacht in de Willem 1 kazerne, maar dat weet ik niet zeker welke, of het 1 of 2 was. Ja, lang geleden. Ja, ook in Amersfoort kun je een rondvaartje maken naar het water. We staan hier op de Zuidsingel. En dat is hier het beruchte bruggetje van vroeger. Als je met de bus eroverheen ging en je zat achter in die bus. Zo'n raar gevoel in je maag kreeg. Net of je aan het schommelen was. Ouderen die hier met de bus meegegaan zijn en dit zien, die zullen zich ongetwijfeld herinneren. De Varkensmarkt, de Utrechtse straat. En daar was heel vroeger al een automatiek en die is er nog steeds. Mooie terrasjes hier en dat is de Arnhemse straat, die gaan we zo in, als dat mag tenminste. En dan steken we over naar de Arnhemse weg. Ja, Amersfoort, keientrekkers en de Amersfoortse kei. Vroeger was hier nog een snacktentje van Willem van Essen. Oom van me. En daar zit een pop, waarvan je zou kunnen zeggen, hij lijkt erop. Ik weet niet of dat zo is. En daar aan de overkant, aan de straat, daar, waar is dat eigenlijk? Daar zat vroeger Pomp, de Volkswagen dealer en importeur. Volkswagen en Porsche. En ja, ik ben hier bekend dat ik een aantal jaren hier op school gezeten heb, in tijden van mijn bakkersopleiding. Ik denk dat we straks nog wel langs de school komen en kijken of dat ding er nog staat. En de school waar ik mijn bakkeropleiding volgde, dat, die staat er nog, de MBO tegenwoordig. En, vroeger was hier nog een huisje van een conciërge, dat is afgebroken. Het muurtje staat er nog steeds, dat kan ik me goed herinneren. En dat was omdat in dat gebouwtje van de conciërge later ook lesgegeven werd. Met aan de overkant Juliana van Stolberg kazerne. Die appartementen al een hele tijd. De kazerne is ontmanteld zoals de veel kazernes verdwenen zijn in de loop der jaren. En hier aan de Appelweg in Amersfoort werden op 20 maart 1945 een aantal personen gefusilleerd. Namen zijn niet al te best meer te lezen. Toen ik op school zat, kwam ik hier ook wel eens. Het is altijd indrukwekkend, want de inslagen van de kogels die zijn nog steeds in de muur terug te vinden. Dus dit muurtje stond er al eens ervoor gezet en doodgeschoten door de moffen. Goed dat dit bewaard gebleven is. Het is een duidelijke herinnering aan de afschuwelijke tijd waarin de Duitsers hier in Nederland huis hielden. Zeker in die laatste oorlogsjaren toen het met hun helemaal misging en de represailles en de wraak steeds erger en beroerder werd. We hebben het van de week nog weer gezien in drie. De plaatsje van Jannes en het onderduikhol. En dit is de Utrechtse weg. Hier liepen de putten naar van het kamp Amersfoort naar het station om afgevoerd te worden naar Neuengamme. Ieder jaar is hier tegenwoordig een stille tocht waarvan ook leden van de Oktober 44 en de Binnenlandse gemeentebestuur in meeloopt. En ook van de stichting samen verder
zijn altijd aanwezig om mee te lopen en een krans te leggen. La Montagne, vroeger was dat een cafetaria automatiek, tegenwoordig een restaurant. Waar we als uit school naar de bus liepen, dan kwamen we hier meestal dat straatje uit en hier de Utrechtse weg richting station en daar pakte hij dan de bus naar Putten. En hier aan de weg Marendoren, waar we een mooi breed fietspad hebben. Ook weer mooie heidevelden, mooie vergezichten, heidevergezichten. En zo gaan we richting Maren en dan Doorn en dan Driebergen. En zo ben ik in Doorn. Doorn, bekend van de mariniersgezinnen, die daar gaat verdwijnen en verhuist naar Niemillingen, dat bij ons in de buurt. En ja, rechts aan de Driebergen, maar dat gaan we niet doen, we gaan rechtdoor naar het Rijk van Duurstede. Ja, Huis Doorn. Bekend van de huisvesting van keizer Wilhelm. Zeg maar een beetje de eerste asielzoeker die we hier in Nederland hebben ontvangen. Met een mooie kasteeltuin. En, ja, na de Eerste Wereldoorlog keizer Wilhelm die asiel moest aanvragen. Duitsland uitgeschopt werd. En, hier terecht kwam. En zo zijn we in Langbroek, gemeentewijk bij Duurstede, en daar werd een neem aan voetbalcomplex, ook blauw-wit. En het heeft wel iets weg van de accommodatie die ook SDC heeft staan. En met daar werd de Utrechtse Heuvelrug zitten we hier in Langbroek. In Langbroek, al in de Rijndelta, zeg maar. Allerlei slootjes en vaartjes, iets verder terug. Maar zo'n kanoverhuurbedrijf, je kunt kano's huren en dan rustig door deze slootjes heen kanoën. Mooi gebied, rustig gebied, stil gebied. En ook hier allemaal buitenhuizen. Ik kwam er straks ook al eentje tegen, maar dit was niet goed om te filmen. En dit is een heel mooi plaatje. Het is wel allemaal privébezit, dus het is niet toegankelijk. En er is zelfs een Nederlangbroek waar we erin gekomen zijn. We gaan hier nu rechtsaf naar de wijk bij Duurstede. En zo zijn we in de wijk bij Duurstede. En als ik me goed herinner van de Gevaarlandgeschiedenis, heette dat vroeger hier Doornenburg. We hebben de wijk bij Duurstede verlaten. We zitten nu op de Lekdijk, want dit stuk. Het water heet nog de Lek, verderop wordt het dan de Rijn. En ook hier weer een sluizencomplex. We hebben een kleine 62 kilometer op zitten. Twee accu's zijn weer aan het oplaaien. De derde accu is net aangebracht. En, gaan we momenteel met de wind mee, want het was tot hier en toe alleen maar wind tegen en de heuvelrug over. Dus het was vrij veel klimmen. En, vrij veel tegenwind, dus dat kost extra stroom. Maar goed, we hebben voldoende stroom bij ons om weer rustig in Putten te komen. We hebben daar een kasteel bovenop de berg. Heel veel zo dicht van het spoor. En zo waren we met de pont de Lek over. Dat lijkt me Duurstede achter ons. Ja, de prinses Marijke is thuis. Dus die naam is gewoon gebleven, ondanks dat ze later Christine heette. Het is 2:30 en ik zit hier midden in de Betuwe, in de buurt van Maurik en Eckenwiel.
mooie brede sloten. En inderdaad, ben ik in Maurik. Met op de achtergrond een mooi gebouw. Geen idee wat het is. Het zou maar zo gemaakt kunnen zijn, maar ik heb geen idee wat het precies moet wezen. En we zijn weer bij de Rijn. Wachten op de pont en dan gaan we naar Elst. Zo waren we hier weer naar de overkant. Ja, hier begint die Grebbelinie. Nee, hier begint hij niet. Dit is ook een stuk van de Grebbelinie-dijk die langs het Vrijkanaal loopt. Alleen het hek is op slot, dus hier kunnen we tussen Overberg en Scherpenzeel niet naar binnen. En daar is dan die dijk weer, want het fietsen nu een beetje parallel aan de dijk die langs het Vrijkanaal loopt. Hier richting Scherpenzeel. En in die dijk hier en daar bunkers die we hier niet zien. Maar er komt straks de Scherpenzeel er wel een die te bezitten is, denk ik. Ja, ook weer prachtige plaatjes van het Valleikanaal hier. Hier, ja, het is een gegraven kanaal. Ik meen dat het loopt vanaf Veenendaal, maar ik kan ook wel verder wezen. Ik heb er geen idee van eigenlijk waar het begint. Het eindigt in Amersfoort, dat weet ik. En komt dan uit in de Eem. Dit is dan weer zo'n stuk van de Grebbelinie. Een dijk gevuld met zandzakken. En hier liggen dan van die bunkers in de dijk van de Grebbelinie. En ook hier een vuurmond waar een kron achter stond. Ja, stil in het Valleikanaal en het museum bij de Grebbelinie in Woudenberg was al gesloten. Dus we gaan die rabbelbuis aan en dat doen we gewoon via Achterveld, 10 kilometer en dan Terschuur, Zwarte Broek en nou ja, dan zo op huis dan.